melding van iemand met een drugsoverdosis. En even kijken of we daar eventueel de ambulance dienst kunnen assisteren. Zeg de volgende jaar ergens erbij. Bangoverval. Om het hoekie. Zijde Zulu, wij gaan even die kant op. Zulu vliegt mee. Kom naar buiten, kom naar buiten. Maar dood het vuur, jongens, dood het vuur. Prio 1, ongeval. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Amor. En vandaag ga ik een pad met deze golf gemaakt door Eno Mods. Maar ik begreep laatst dat ik zijn naam verkeerd uitspreek. Dus sorry daarvoor, maar hij heeft me nog niet verteld hoe het wel moet. Mijn denk in ieder geval dat hij door Eno NO is gemaakt. In ieder geval, ja, dit is hem. Hij is nog wit. Ik kan hem nog geen andere kleur geven. Het is nog allemaal een work in progress en zo. Maar ja, ik vond hem zo vet, dus ik dacht ik vroeg mag ik hem alvast gebruiken. En dan mocht, dit is een GTI, dus die zijn redelijk snel. Ik weet niet of deze snel is hoor. Laten we de straat op gaan, vandaar dus onopvallend. En we gaan eens kijken wat we allemaal meemaken. Je hebt natuurlijk geen witte onopvallende politieauto's. Maar ik wel. Anders had ik hem natuurlijk wel zwart of grijs gemaakt. In de toekomst wordt hij dat als het goed is wel nog. Er zullen dus nog wat bugs in zitten zoals je ziet. Ja, zien een beetje bijzonder uit misschien. Ik vind het wel wat hebben eigenlijk, maar goed. Dat maakt allemaal niks uit. Er zitten ook geen kniplichten op. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have a drug overdose in Palato Bay. Dus kan ik niet, kan ik niet gebruiken. Melden van iemand met een drugsoverdosis. En even kijken of we daar eventueel de ambulance dienst kunnen assisteren. Of dat we de ambulance dienst moeten laten komen. Of dat we overgaan op aanhouding. Goedendag. Oké, dat kan. Zeg, beste meneer, heeft u voor mij een identiteitskaart? Wait up! Oké. Hey, voor de rest gaat alles goed. Neem aan van wel. Heb je op dit moment nog dingen bij die je bij mag hebben? Drugs of zo? Want je mag het wel nuttigen, maar je mag het niet bij hebben. Ik ga even fouilleren daarom. Even omdraaien. Geen rare dingen doen. Heeft hij verder niks bij, mag hij voor mij zijn weg vervolgen. Want ja, ik weet niet waarom. Nou goed. Ik kan ook niks anders zeggen. Hey, doe het rustig aan. Ga naar huis. Nou dat. Oké. Fijn dag verder. Ja, weet je wat het is? Ik kan hem wel arresteren. Maar ja, hij was een beetje aan het dansen. Hij gaf aan high te zijn. Nou, dat zijn ze allemaal wel. Ik vond geen indicatie dat hij een overdosis had genomen. Dus dat het een gevaar was. Hij loopt inmiddels ook weer normaal. Dus hij gaat lekker naar huis. Hij gaat daar waarschijnlijk wat eten of zo. En dan is het klaar. Denk ik. Kan ik op N drukken. Zo. Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got a threatening phone call in Palato Bay. Ja, leuke melding, maar niet voor mij. Want ik ben vandaag... Sneeuwt het nou? Ik ben niet de bomsquad de SWAT of zo. Trouwens, wat ik wel moet zeggen... Dat is even de laatste video voor een kleine week. Namelijk omdat ik op vakantie ga of ben. Ik ben al op vakantie. Ik ben al een paar dagen op vakantie. Alleen ik heb geprobeerd vandaag, de dag dat ik opneem, ga ik bijna op vakantie. En ik heb geprobeerd om nog wat video's te maken. Dat lukt misschien ook wel. Even tactisch gezien. Hij besloten om dan even een paar dagen geen video te doen. En dan tot ik de video's die ik voordat ik op vakantie ga
al upload of upload als ik weer terug ben, dus voor als ik weer terug ben, zodat ik als ik terug ben ook weer een paar dagen heb om weer vooruit te kunnen plannen om video's te maken voor daarna. Dus het is allemaal een beetje gewoon over nagedacht, dus het betekent dat jullie een paar dagen, misschien een kleine week, geen video's gaan zien en dan weer wel, en als ik dan terug ben kan ik weer opnemen, maar dan heb ik in ieder geval heb ik in ieder geval weer wat meer tijd om op te nemen, want het is me gewoon niet gelukt om in de periode dat ik vorige op vakantie ga, heb ik ook nog andere dingen te doen. Dus ik kon even niet opnemen. We hebben hier iemand, die wordt gezocht. En dat is, ik weet niet waarvoor. Dus we gaan wel even het gesprek aan en houden alle opties open. Wat er kan gebeuren. Ik wil graag even je rijbewijs zien. Dankjewel. Goed, wat we gaan doen. Ik hou die noodknop bij de hand. Je mag uitstappen. Ik ben aangehouden, je gaat geen rare dingen doen. Oké. Okay. Je gaat je omdraaien. En ga meewerken. Oké. Okay. Goed. Heb jij nog dingen bij die je bij mag hebben? Ga daar maar fouilleren. Verder niemand voertuig. Oké, okay. Hij wordt dus gezocht. Ik weet niet precies waarvoor. Jammer dat we dat niet kunnen zien. Kun je geloof ik wel zien. Maar ik weet even niet. LSPD of haar computer of zoiets. Je hebt heroïne bij. Verboden middelen bezit. Komt er ook nog bij. Je auto kan hier gewoon blijven staan. Oh nee, wacht, die was niet meer verzekerd, hè? Of daar was iets mee. Dus die gaat ook even mee. Die moet sowieso weg hier. Dat is verhoord. Target license plate. Thank you. 60 Robert Charles Tom 120 no 1099. Voelt er voor mij een beetje slingeren. Ik weet niet waarvoor het is, maar het doet raar. Ja, samen met... Oh, die gaat er even op. Samen met blauw gaat ook oranje aan. Dus of met stop gaat ook oranje aan. Dus kan ik even niks aan doen. Zeg de volgende jaar eens erbij opvallend. Rijdt alsjeblieft Rio 1. Uitstappen, kom op. Heel goed, staan blijven. Hé, hey, luister, jij bent aangehouden. We gaan we beide aanhouden geloof ik. Ik ga hem aanhouden en mijn collega gaat hem geloof ik ook aanhouden. Maar dat maakt helemaal niks uit. Tenzij die crash, dat maakt dus wel iets uit. Goed. Je bent niet allemaal verplicht, je hebt recht op een advocaat. Je weet hoe het gaat denk ik. Hoop ik voor je. Ik ga je nog even fouilleren. Ik heb dingen waar je niet bij mag hebben. Zo ja, zeg het maar nu. Zo nee, is het helemaal goed. Ook goed. Nee, ik, wij staan hier zeg maar. Ik wel, oh, dat was een ambulance. Die hoef ik niet. Volgt hier in eerste dat je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Medical aid requested in... Lukt het een beetje hier. En ga een transportje deze kant op voor de beste heer. Palato Bay. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ja. Top. Dan gaan we door. Attention all units at the 211 in East Los Santos. We have reports of a possible 211 in East Los Santos. Ja, oh nee, ja. Oh, dat kan niet. Bank security reports four suspects armed and dangerous. All available units respond code 3. Bankoverval. Om het hoekje. Zij de Zulu, wij gaan even die kant op. Zulu vliegt mee. Hoi. The hell are you doing here? Te plaatsen. Met wie moet ik praten? Met deze beste meneer. Hoi. Hey. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, oké, okay, is goed. Even kijken. Ja, hallo agent. Bedankt dat je er eindelijk bent. We hebben 3 verdachten gezien en 4. What the fuck doet hij nou? En 4 verdachten. Oh wacht, we gaan al binnen of wat? Oh, 4 gijzelaars. Wordt geschoten, dat heb ik nog gehoord. Ik vroeg van, heb je nog met hem kunnen praten? Nee, de tijd om te praten is wel fijn. Er wordt gewoon volgeschoten op de verdachte van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Gewoon naar buiten, kom naar buiten. Maar dood het vuur, jongens, dood het vuur. Oh, 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 die is bij mij. Wat zijn dat? 3, ik dacht. Oh, die schiet hem. Dat is een been, dat is een been. Kom op. Vuurlijnen jongens, ik ga gewoon naar binnen. Gekkigheid. Waar ben je, waar ben je? Hoppa. Is nog iemand binnen hier? Politie. Hallo? Politie. Daar is er iemand. Zo. Dag meneer. Hij is dood, hij is dood. Oeh, wij zijn vol geraakt, had ik hem niet door joh. Wat een vest moet aan doen, toch mevrouw, ja. Wapens bergen. 1, 2, 3, 4. 4 verdachten dood. Ja, die bug met die ambu is inmiddels bekend dat die van afstand verdwijnt. Maar ik wil wel een ambu. Ik ga ook een ambu vragen. Voor verder dingen hier. Voor mezelf en voor de verdachtes en voor eventuele gijzelaars. Ambu is aanrijdend. Nou, blijkbaar wilden ze mij niet helpen. Maakt allemaal niks uit. Hoe deed ik dat ook alweer? Zo. We gaan even kijken wat daar over straat loopt. Gaat goed. Oh, sorry. Whatever. Alles goed. Wow, hold up! Daar ben je onderweg naartoe je. Voor mijn identiteitsbewijs. Oké. Nou, misschien verstandig als je even op de stoep gaat lopen. Anders geeft dat zoveel overlast. Moet ik je aanhouden voor openbaar dronkenschap. Wanneer maar als je iets genuttigd hebt. Ja? Hou hem rustig. Alright, off you go! Adios. Oh fuck. Deze melding is goed werk. Zes personen uiteindelijk overleden. Nou ja, nou maar even. Hier netjes afronden met een begrafenisondernemer en alles. Hier gaan we even foto's maken. Nou, wij gaan alvast door. One Lincoln 18. Een collega vraagt om assistentie. Assistance required. Procopio Beach. Great Ocean Highway. Rijdt u alstublieft prio 1. Prio 1, ongeval.
Hoi. Zulu is ook even geland, zie ik. Maar dan moet de lifeline ervoor stellen. Wie wil ik praten? Voertuig daar op de kop. Goedendag. Hallo, hoe kan ik je assisteren? Heeft de meldkamer je opgeroepen? Oh, nee, wacht. Ja, oké, ja. Wat is hier gebeurd? Dat is een hit and run. Maar voor de rest weet ik ook niet veel, dus je moet jezelf even up-to-date maken met iedereen. Met wie moet ik praten hier? Goedendag. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Ah, daar gaat de Zulu. Goedendag Zulu. Shit, mijn hoofd doet pijn. Waar is mijn vriendin? Nou, ze zit in de helikopter. Dat zou dus de trauma-helikopter moeten voorstellen, nogmaals. Ze gaat naar het ziekenhuis zo snel als mogelijk. Ah shit, waar is die verdachte dan? Welke verdachte? Vertel me alsjeblieft wat is gebeurd. Een auto even van de weg geduwd, ik denk dat het een Gauntlet was. Ik zal een opsporingsverzoek daarnaar overbrengen. Ervoor uitbrengen. Oh nee, wacht, stop. Misschien was het een andere. Weet iemand anders misschien? Nou, ik zal het even vragen. Blijf even hier, de ambulance zal je... over je stop, voor please. Je zorgen. Oh shit, ik ben het verkeerd. Nou, goedendag mevrouw, hallo. Bent u gewond? Nee, alleen wat kleine dingen. Niet echt iets. De andere persoon zei me dat hij van de weg was geduwd, klopt dat? Ja, ik was achter hem. Misschien iets te dicht achter hem. Nou ja, maakt het ook uit. Nou, dat maakt me allemaal niks uit. Kun je een nummerplaat herinneren of een autotype of een kleur? Nee, sorry. Oké, bedankt in ieder geval. We gaan later nog contact met je opnemen. Volgende. Getuige, die is gestopt. Goeiedag. Hoi, hoi, hoi. Alles oké? Okay? Ja, ik ben oké, okay, gelukkig. Ik heb geen schade. Ik kon op tijd stoppen. Ja, de andere zeiden me dat iemand van de weg is gedrukt door een of andere Gauntlet. Ja, dat klopt. Ik was achter ze, maar het was geen Gauntlet. Nou, vertel me alsjeblieft meer. Het was iets beste jagers met nummerplaat 46GZH470. Nou, meldkamer, geef me even een adresje. Nou, bedankt voor de hulp. Wat mij betreft kun je vertrekken. Oké, doei. Dat is goed. We hebben een adres van de verdachte. Als het goed is. Of die gaat zo binnenkomen. En die is gelukkig om het hoekje. Dus gaan we daar snel heen. Gaan we die... is dat op heterdaad nog? Het is een bepaalde tijd dat het nog op heterdaad is. Dus daarom gaan we daar toch wel snel heen. Gaan we die op heterdaad nog even aanhouden. Zo te zien is dit voertuig. Of een van de... Een van deze twee. Zo te zien deze voor ons. Namelijk dat is het kenteken. En de eigenaar staat mogelijk hier zo. Dus die gaan we even aanspreken. Vragen of hij weet wat er is gebeurd, waar hij was, toen net, bla bla bla. Hallo meneer, heeft u een minuutje voor een paar vragen? Nee, sorry, ik heb haast. Ik neem aan dat je weet waarom ik er ben. Kun je me vertellen waarom je zoveel schade hebt aan de voorkant van je auto? We hebben het niet gezien. Zoals ik zei, ik heb geen tijd. Ga alsjeblieft weg. Ik ga niet weg voordat je mijn vragen hebt beantwoord. Waarom is er zoveel schade aan je voertuig? Omdat een of andere klootzak me aanreed en nu ga je me arresteren omdat hij het heeft gedaan. Nou, omdat je hebt aangegeven nu dat je bent, omdat je in een hit and run bent, hoe zeg je dat nou? Je hebt aangegeven dat je erbij betrokken bent geweest en je bent weggereden, dus ja, je wordt op dit moment even aangehouden. Nee, ik blijf hier. Je gaat nu mee, je gaat het niet moeilijk maken en je laat je handen waar ik ze kan zien. Kom. Wait up! Kom hier, ga niet irritant doen. Kom op, hé. Hold up! Nee, hier komen. Stoppen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Hier komen. Doe nog niet raar. Je gaat niet winnen van Wim, hoor. Zo. Oh, sorry, eenmaal aanhouden. A suspect
Hebben we een ding waar je niet bij moet hebben? Jij wil fouilleren voor jou en mijn veiligheid. Ja, MDMA. Een gestolen ID-kaart, geloof ik. Forged of zoiets, ik weet niet wat dat is. Bla bla. Maakt niks uit. Goed, hey, luister eens vriend, jij gaat mee. En je bent niet onverplicht op vragen die je stellen. Had ik je net eigenlijk al moeten zeggen. Want ik was je een beetje aan het verhoren. En daar heb je het recht om te zwijgen. En het recht op een raadsman. Ja, boeiend. Je gaat met mijn collega's mee. En ik ga jullie allen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een interessante, of interessant niet, maar een spannende, leuke video vonden. Ik vond hem wel anders in dit gebied. Ik had niet verwacht dat ik dit soort meldingen hier zou krijgen. Ik vond ze leuk. Dus ik ga hier nog wel een keer terugkomen. Zeker weten. En ja, tot over een paar dagen. Ik durf jullie echt niet te zijn. Misschien zijn er maar 4 dagen of 5 dagen. Ik denk 4 dagen maar. De 26e ben ik terug. Dan zal ik een video uploaden. Wat het gaat zijn. Of nee, ik kan niks beloven. Maar morgen heb ik nog de tijd om een video te maken. Mocht dat lukken, ga ik dat doen met de brandweer. Mocht dat niet lukken, omdat de Los Santos Rescue Division mod gewoon nogal veel crasht, ja, dan heb ik die niet klaar liggen. Maar dus morgen ga ik mijn best doen. Mocht jullie dus de 26 april is dat een video zien, weten jullie tot het met de brandweer gaat zijn. En ja, tot over een aantal dagen weer. Doei!